supersterke tractoren, vrachtwagens in alle maten, pipowagens, oude brommers. Of ze nou rijden op benzine, diesel of stoom, één ding hebben ze gemeen. Het zijn oldtimers en het publiek is er gek op. Welkom vanaf het Euregio Oldtimer Festival in Mechelen. Ik ben er nooit geweest hier, maar de eerste keer. Prachtig. Echt. Geweldig. Bij mij in het dorp in Zaandam en dan ziet vrijdags de tractoren met die caravans. Dan krijg ik gewoon de kriebels van om dan weer hier naartoe te gaan. We zijn met een hele vriendengroep hier en maken daar een gezellige weekend uit van. En het is altijd leuk. Die grote Amerikaanse trucks. Nou zie je ze in het echt. Dat vind ik heel mooi. Maarten, dankzij mijn werk kom ik op de leukste plekken. Zo ook hier in Mechelen op het Euregio Oldtimer Festival. Ja, wat ga ik allemaal zien vandaag? Wij zijn het is een festival voor jong en oud. Er zijn oude auto's, mooie gerestaureerde auto's, tractoren, alles op landbouwgebied van voor 1950. Dus dat is allemaal nog heel oud spul. En dan voor de jeugd is het ook van alles te doen. Die organisatie, ik bedoel, je moet er wel wat voor doen. Dat doen jullie echt met de hele gemeenschap hier, hè? Ja, het is hoofdzakelijk. We hebben hier een buurtvereniging, de Zwanenbroek. Ja. En de Schuttersgilde Sint Martinus. We hebben dat in 1992 hebben we dat overgenomen, want toen is de oorspronkelijke organisator is toen overleden, vroegtijdig. Ja, want het zijn eigenlijk twee mannen die zijn er begonnen, hè? Aan de Duitse kant. Waaronder Frans Heister. Ja. Ik sprak net de weduwe even van Frans Heister. Voor haar natuurlijk heel bijzonder dat dit nog steeds bestaat. Zijn drie dochters werken er ook aan mee. En er is een Frans Heister wisselbeker. Ja. Wat houdt dat precies in? Nou, daar worden we gekeken, elk verzin. De mooiste gerestaureerde tractor of de origineelste tractor, die wordt door een jury bekeken. Ik kreeg weer met de beste kreeg een prijs. Die kreeg zo'n grote beker mee naar huis. Voor het hele jaar thuis neer te zetten. En zo houden jullie hem toch nog in eer en betrokken bij dit festival. Mooi. Oude ambachten hier, oude machines hier. Niet alleen staat het hier, maar 180 tractoren gingen vandaag in één grote slinger door Nederland en Duitsland. En die liefhebbers hebben zich al de hele week verheugd op die bijzondere tocht. Kijk daar, dit zijn de pannenkoeken van vandaag. Ook gisteren gebakken allemaal. Ja, daar is je natuurlijk van alles over doorgekregen. En wat gaat er in de trekken? Dat is gewoon diesel. Alle tractoren rijden mee, iedereen die er een hobby aan heeft rijdt mee. Het zijn niet allemaal echt hele oude, maar het is gewoon ook om de natuur te bekennen. Het is gewoon een leuke route. Lekker met de trekkers onder elkaar rondrijden, ideaal is dat. Mooi weer erbij. Mooie route, altijd mooie plekjes waar je normaal nooit kunt komen. Daar komen we nu wel. Vanmiddag in de loop van de middag komen we weer terug en dan gaan we aan het bier. Hoe oud is die? Die tractor, ik denk 30 jaar. Zo hebben we hem. En Marcelle wordt natuurlijk een beetje ouder. Het is maar een klein trekkertje. Maar klein maar fijn. Ik trek in de kak fijn bij mij in de schaarsie zetten, in de schuur zetten, door het plaatsvuur. En je grote tractor hebt, dan krijg je een ruimtevuur, te leeg allemaal. En dit is weer een klein fijn trekkertje. Ja. Die vrouw is ook niet te groot. We zitten nu in Linterlo Aalten. Dat is gewoon een mechanisatiebedrijf, het Hoofdijzer is het, waar we momenteel pauze houden. En dat is gewoon een pitstop, halverwege de route.
Tony kwam in de buurt en de zoon die was hier geweest. En die zegt, hij is nog oud, hij wil zien. Dan moet je even naar het Tiersel gaan. Ze zijn echt oud, hè? Ja, ja, wat wel. Maar wat vind ik ook nog wel weer... Ja, nou, er loopt nog wat die nog gewoon in het werk nog gebruikt wordt. Die karmen bijvoorbeeld vind ik niet echt antiek. Het is van 1965 dus. Dat was toen dat tijd, was dat iets bijzonders. Maar nu niet meer? Oh, nee. Het stuurt zo, het koppelt zo, het stinkt. Oude troep. Ja. Ik vind het geen oude troep, het is wel nostalgie, het is wel leuk. Het regen zat een hele dag erop. Het was koud, die zat erop. Maar het is wel leuk. Het is het geluid, het is de geur van de diesel die je als je onder... Ik reed helemaal achteraan, je ruikt het gewoon, je ruikt het... waar je rijdt, je ruikt gewoon het landschap. Het is best vol te houden. Traction engine. Jawel. Wat een prachtig ding. Wat is het precies? Dit is een schaalmodel 1 op 3. Ja? Van een Engelse landbouwtrekker. Ja? Uit 1938. En hoe komt u hier aan? Ik heb deze bouwkit gekocht in Engeland. En waarom wilde u zo graag er eentje hebben? Nou, kijk, ik ben al van kinds af aan met stoommachines bezig. En met een heel klein machientje begonnen. En steeds een beetje groter gebouwd en groter gebouwd. Je kunt hem heel afgebouwd en ik rijd in, tuurlijk. Dat is de rem. Nee. Oh. Nee, een stoommachine heeft namelijk geen rem, alleen een handrem. Dit is mijn handrem. Als ik daarmee moet gaan remmen, dan ben ik dus veel te laat. Ja, en wat er nu dus gebeurt, we staan even stil, ik gebruik geen stoom. Maar die druk die loopt er wel op en dan gaan de veiligheidskleppen open. Dan stopt hij weer. Wat grappig zeg. Dus, hier gaat dus de kolen in. Hè, want dit is de voorraadkolen. Het heeft eigenlijk geen schakelaar natuurlijk van aan en uit, of wel? Nee. Dus hoe start u dan het op? Ik begin 's morgens ongeveer een vijf kwartier, anderhalf uur. Hangt ook een beetje van de weer en de buitentemperatuur af. Begin ik te stoken op hout. Ja. Dat gaat hier onderin. Dan stook ik hem langzaam op. Nou, wat geest. En dan als hij warm wordt, gaan de kolen op. En dan laat je hem langzaam oplopen tot hij bij zijn werkdruk is. En hoe snel kunt u met zo'n schaalmodel rijden? Kijk, dat vraag ik me altijd. Oh. Een stoommachine is niet snel, maar wel sterk. Ja. Hij kan ongeveer 2,5-3 ton trekken. Ja. Maar de snelheid om mooi asfalt weg, ongeveer 10 km per uur, houdt het op. Maar waar gebruik sneller u moet je hem niet voor? Willen. Ik gebruik hem nu zelf hier om, om rondritten met kinderen vooral te maken. Op allerlei festivals, feesten en braderieën. Daar gebruik ik hem voor. Ja, maar dat verwacht je eigenlijk niet, hè? Dat een redelijk klein schaalmodel toch nog zoiets voort kan trekken. Zou ik er ook even op mogen rijden? Ja, dat dacht ik wel dat je dat gaat. Een klein beetje meehelpen. Oeh, stukje mina. Oké. Dat sturen, dat je hoeft niet heel... Dat is niet heel zwaar. Nee, heel licht. Dat is heel licht. Ja. Deze machine is nagebouwd 1 op 3. Ja. Dus een echte machine is stuurtje 3 keer zo groot. Ik heb in Engeland gereden op een machine, ook een Burrell, maar een ander type. Die woog 23 ton met achterwielen van 2,30 meter. Die stuur je met een stuurtje, dat is niet groter dan dit. Dat is 3 keer zo groot als deze. En dan stuur je 23 ton mee. Het is best relaxed. De gordijnbakken, het snijwerk en het schoutje zat erin. En verder was het helemaal schrot. En het dak is wel bestaand gebleven. Wel nieuwe raampjes erin. Al het glas was kapot. En er hoort eigenlijk van de geslepen glas in. Maar ik heb gezegd, dat doen we als de kinderen wat ouder zijn. Dan komen de originele ramen weer terug in. En het spieltje in de schouw was ook kapot. En dat is nou toevallig in de maak. En daar hoop ik volgend jaar erin te hebben. Een origineel geslepen spiegel. Dit is een uit de hand gelopen hobby. Dus een kwestie van een oude originele woonwagen kopen, volledig restaureren en dan eigenlijk wat evenementen mee afgaan per jaar, zo'n stuk of 12.
En dan proberen ze in zijn originele staat terug te brengen hoe als het vroeger was, zo'n wagen. Deze wagen is 6,5 meter lang. De leefruimte en het dak is 7,5 meter lang en 2,5 meter breed. We hebben wel de wagen volledig geremd gemaakt voor over de weg. En daar is de slaapkamer. Daar hebben we een stapelbed in gemaakt. Ook met een heel oude bed met snijwerk. En toch alles in staat proberen te brengen. Dat allemaal weer authentiek kijkt. Je wordt vaak als mensen, als wij met een woonwagen weggaan, geassocieerd met zigeuners. Maar we zijn het helemaal niet. De mensen die het allemaal hebben, het zijn gewoon doodnormale mensen eigenlijk. En met een hele mooie hobby, vind ik. Ik heb hem achter een tractor hangen. En dan rijden we gewoon evenementen in België, Duitsland, hier de Achterhoek. En dan gewoon rijden we gemiddeld een 30 km per uur met drie man zo, met een vriendengroepje. En dat is gewoon super gaaf. Dit is een speciale woonwagen. Hij is gebouwd door iemand die heel erg bezield was. Een 20 jaar geleden, denk ik. En in eerste instantie was het een gewone woonwagen, maar die man die wou ermee gaan optreden. En toen heeft hij er dus een orgel in laten bouwen. Ik kan het zelfs aanpassen op verschillende evenementen. Je hebt bijvoorbeeld brocanterieën, daar willen ze alleen maar Franse muziek. En je hebt bijvoorbeeld Hollandse, echte Hollandse evenementen. En dan doe ik de klok van Arnhem-Muiden of tulpen uit Amsterdam, daarbij die molen en dat soort dingen. Alles wat je hier ziet, dat is zelf gemaakt. Het complete dashboard heb ik zelf gebouwd. Dit allemaal roestvrijstaal, de deurpanelen allemaal bekleed en met houtnerf gedaan, blank lak eroverheen gespeeld. Dit is er allemaal opgebouwd, hier zat helemaal niks. Het zijn meestal hele degelijke auto's dit, die echt gemaakt zijn om te rijden, niet om te showen. Nou, het is niet een hele grote hype, maar er is al steeds meer belangstelling voor en dat komt mede door die films van ISRO truckers. Ik denk dat er toch wel meer aardigheid in komt, nou, zeker weten. Ja, we restaureren ze, verkopen, verhandelen ze, spuiten ze, knappen ze op in. Het hele jaar door werken we met drie mannen. Dat is een Pieterbilt uit 1986, een flattop sleeper met een long nose. En een Cummins motor zit erin. Die hebben we eigenlijk net op kenteken gezet, dus die is nou weer te koop. We hebben nog een stuk of 4-5 van die auto's te koop staan. Maar we hebben het op dit moment zo druk dat we eerst voor klantondergangen gaan en daarna de handel klaar zit. Deze is nou net toevallig klaargekomen, want dan kunnen we weer deze zomer mee rijden. Keep on shining, man. Ja, yeah, that's it. Hey, move on. Don't stop. Als u denkt dat Trekker Trek echt iets voor mannen is, dan heeft u het mis. Gassen! Woep! Ik ben Dini Hofgoa. Ik doe altijd trek met de Dutch D30. Hier is een Dutch, een D30. Hij heeft 33 pk, dat wil zeggen 33 paardenkrachten. Ik zou graag willen dat de jeugd er ook een beetje warm voor gemaakt wordt, met name de dames, want het wordt steeds minder elk jaar. Ik ben Belinda Heijsten.
Het is niet mijn hobby, maar ik vind het leuk om te doen, om trek te doen. Daardoor, of met de Volvo 400. De schakelbak is anders ingericht, zeg maar, als je hier kijkt. Normaal in de auto ga je 1, 2, 3, 4, maar hier moet je juist 1 zet je hem in de achteruit, zeg maar. Of de schakelpook achteruit. En dan zet je hem eerst naar het midden. Dus ja, dat moet je wel. Het is niet zoals de deurt. Dus dat moet je wel in de gaten houden. Want anders is het ook, anders maak je de machine kapot als je het niet goed onder controle hebt. Ja, en ik hoop dat er nog meer jonge meiden meer gaan doen. Natuurlijk moeten ze wel eerst even oefenen en weten wat ze onder zich hebben. Niet dat ze zo roekeloos de baan overgaan. Maar kom een keer kijken, zou ik zeggen. Ik heb niet echt een trekker. Alles wat ik te pakken kan krijgen, daar trek ik mee. Dat maakt mij niet uit. Ik vind het allemaal mooi om een paar keer proef te trekken. Ja, je moet natuurlijk kijken hoe het zich houdt. Hè. Je moet kijken hoeveel meters je maakt. Dus ja, dat is natuurlijk even afwachten wat de machine gaat doen. Maar verder, het is natuurlijk wel een hele kick die je krijgt. Het is een spanning, het is een kick die je krijgt als je de full pool haalt. En als je hem niet haalt, dan weet je dat je wat moet doen. Hier leeft het veel meer als in het Westen. En als ik daar in gezelschap zeg van ik doe mee aan trek, dan wordt er toch wel raar van opgekeken. Het is toch een mannensport, zeggen ze. Maar dat is dus totaal niet zo, nee. Ik ben Jolanda Heijsten. Ik behoor eigenlijk officieel tot de organisatie. Ik organiseer samen met de hele club het oldtimer treffen. Ook waaronder het oldtimer trek voor de dames. Tegenwoordig is alles elektronisch. Echt vakmanschap qua het ijzer wat eraan zit. Je kunt het hier ook wel zien. Het is allemaal ijzer. Het is allemaal handgemaakt. Ja, dat is tegenwoordig niet meer. Vroeger was het allemaal... Tegenwoordig is het allemaal computergestuurd. Je drukt op een knopje en hij gaat. En allemaal automatisch, hè? Ja. En deze is nog echt geschakeld. Nee, ik doe zelf niet meer. Ik ben zelf op de camping. Dus ik heb eigenlijk geen tijd om te trekken. Dus, maar ik heb de rest van de familie, dus komt allemaal wel goed. Wij zijn lekker en long! Ik vind het een mooie trekker. Het is ook een van mijn favoriete trekkers. Mijn naam komt er zelf ook vanaf. Want hier staat Volvo BM. BM staat voor Belinda Munctor. Ja, in het begin, zeg maar, toen ik er een beetje achter kwam, vroeger zeg maar, dacht ik, oh, ik ga echt niet, dat vind ik echt niet cool. Maar nu ben ik echt trots op. Wij zijn lekker en loop! Nou ja, kijk, als je met trek meedoet en je wil hem toch zo ver op pompen dat je een goede machine hebt, dan daar gaat er aardig wat geld in. En zeker, het zijn ook oldtimer tractoren. Dus het is niet net zoals een scooter dat je in het speel kan halen en het is overal verkrijgbaar. Voor sommige tractoren moet je gewoon heel ver zoeken om de originele onderdelen te krijgen. Ja, waardoor je hem weer laat lopen. Ja, je groeit ermee op, hè. Ik bedoel, zelf thuis had ik het vroeger niet, maar hier de hele familie zit in de trekker gebeuren. Ja, dan ga je automatisch meer. Maar dat komt omdat de trekker nooit te licht is en we kunnen hem nou niet meer aanlaaien. Maar normaal, die balken wat je daar onder ziet, daar moeten ze normaal nog een bak aan hangen waar de gewicht in komt. Waarom hangt hij er nu niet om? Ja, te weinig tijd, druk van de weer. Helaas, helaas. Maar goed, ik gun hem natuurlijk iemand anders ook natuurlijk. Andere keer beter. Ja, het is echt heel met de pedal. Ja. Het is echt zonde. Ja, we hebben gewoon te weinig gewicht in deze klasse, dus dan komen we niet zo ver. Minimaal. Ik had net 49, dus dat vond ik echt jammer. Ik had graag volle poel willen hebben, dus ik probeer het nu nog een keer. En hoop dat ik dan wat verder kom.
Hij is de lichtste van alle tractoren hier, dus helaas. En als de banden op een gegeven moment geen grip meer hebben, vandaar ook die gewichten wat je eraan hebt zitten, dan, ja, dan verlies je grip en dan, ja, dan gaat hij automatisch ook minder lopen en dan is het finish. Dus langzaam wennen de mannen er wel aan. En ja, misschien vinden ze stiekem toch wel leuk als dames aan het trekken zitten. Kijk, hier wordt hard gewerkt. Bonnie, hier wordt het top van het koren gescheiden. Ja. Daar had je nog wel wat machines voor nodig, hè? Ja, dat hebben we zeker. En ook nog hele oude machines, hè? Ja, hoe oud zijn ze? Deze machine die is van voor 1930. En wat voor gevoel geeft dat dan? Nou, dat is. Nou, mijn grootvaders zijn allemaal molenaar geweest, dus ik heb wel iets met dat zaad. Ja. Nee, maar dat is echt hartstikke leuk werk. En we komen er vaak bij elkaar voor het evenement om bepaalde dingen klaar te maken. Leuk werk, Jos. Kan ik je helpen, of niet? Ja, jij mag dadelijk even de stro erin gooien. Ja. En je moet even die balen eraf halen. Die klapen stro moet je even eraf halen. Ja, die kun je eraf trekken en dan met de gabel gooien ze naar. Dat is zwaar ook. Ja. Dat zal sterker zijn. Dan wil ik je nog iets laten zien. Ja? Dit is een oude wannenmolen. Die deed dus, als het zaad niet goed schoon was, dan kon je dat hier ingooien en dan kwam het kast eraf. Dan hou je het goede zaad over. Maar dit was een heel oud kastje, die viel helemaal uit elkaar. Ja. Toen heb ik met mijn oude buurman, die is nu 87, die meneer die heet, meneer Racing, hebben we deze helemaal nagebouwd voor 5 jaar geleden. Het stro wordt gemaaid op het land. Ja. Wij hebben dus erop. We moeten dat hier inwerken. Dat is een grote trommel. Ja. En daar zit een slaglijst onder en dat stroom moet daar gedwongen door. En doordat dat gedwongen erdoor gaat, gaat dat zaad uit die koren. En het stro, dat komt dus hier en dat komt hier achteruit. Het stro komt er achteruit. Oh, ja. Het zaad, dat komt hierin, komt hierop. Oh, ja. En dan wordt met de 500 omhoog geblazen. In de bak wordt het nog weer extra gezeerd. En dan wordt de beste fractie van dus hieruit. Ah oh ja. Zo komt de rot eruit. Dan heb je nog een andere machine. Is een verkorte teleacursus. Hoe scheid ik het kap van de koren, dames en heren? Dat is een trieur. Ja. En daar ligt nog een dode muis. En dit is dus een machientje. Daar kun je dus de muizenkuppels, keutels uit het zaad halen en heel fijn omkruid. En dan moet je hier aan draaien. En dan komt de muis aan. En dan gaat dat zaad hier door, komt het goede zaad daaruit en de rommel hier. En dat is een trieur. Maar die muis die nemen jullie elke keer met je mee? Nee, die lag erop, die helemaal laat liggen. Bezitters zijn van heinde en ver gekomen, dan is het wel lekker dat je ergens kan slapen. En dat kan hier op een speciaal ingerichte camping. Want ja, gaat het nou om de oldtimers of toch ook wel een beetje om de gezelligheid? Om de gezelligheid! Yes. Het is eigenlijk zo gekomen. We hadden vroeger een club hier die op de camping stonden. En die hebben mij eigenlijk een bijnaam gegeven, omdat ik best zorgzaam ben. Dat iedereen het goed naar de zin heeft. En zo is eigenlijk de bijnaam Mama Jolanda hier gekomen op de camping. Deze camping, dat is gewoon een stuk gezelligheid. De mensen die hier allemaal staan,
Kijk maar om je heen, die komen hier al 16 jaar, die hebben eigenlijk allemaal hun eigen plek. Die schieten allemaal hun eigen plek op en ja, die komen ieder jaar terug omdat het gewoon super gezellig is. Fijne beentjes, die komen uit Ruurlo. Het is een hulpclub, die komt ook al 16 jaar hier. Die geven zich eigenlijk al helemaal niet meer op. Die komen altijd heel spontaan, ieder jaar weer terug. Die slapen in de VK. Die hebben niet eens een caravan bij zich. Ja, een tentje in de VK en dan slaap je erin met. Hoeveel man slaap je erin? 9 mensen slapen erin. Jong en oud, eigenlijk van alles. Voor ieder wat wil. Ik bedoel, je hebt echt stadse mensen, je hebt boerenmensen, je hebt van alles wat. Het is gewoon heel, heel gemixt. Ja, het is heel leuk. Mijn rol is gewoon hier de camping in stand houden, kijken, toezicht houden, toiletwagen schoonmaken. Eigenlijk, ja, eigenlijk alles wat bij een camping hoort. Dat is een prachtig kostuum uit de jaren 1900. Het is niet meer origineel, maar dat kan niet, want er zit een slijtage in. Want het gaat heel lang mee en wordt afgedragen op het werk. Maar nu is het nog zo mooi en zo gaaf dat je er gewoon in dansen kunt. En dat doen jullie, want wie zijn jullie? Wij zijn de folkloristische dansgroep Wiholder Piet Olde uit Aalten. Wiholder Piet Olde? Wiholder Piet Olde. Ja, we houden het bij het oude. Ja, ja, correct. Ja, dus terug in de tijd. Terug in de tijd. Qua kledij. Ja. Klomp aan. Ja. En dansen maar. Ja. Folklore hoog. Mag ik meedoen? Dat mag graag. Ja? En stop. Terug. Hier naar elkaar. Voilà. En dan. En we gaan er samen walsen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zo, die wals die maakt wel een beetje draaierig, hè? Ja, ja, ja. Oh, we moeten buigen. We houden elkaar goed vast en dan lukt dat. De definitie van een oldtimer. De definitie van een oldtimer. Oldtimer? Ja, waar is dat? Hier, hiernaast zit een oldtimer. Ja, dan moet u de grens ingaan waar die auto's staan. 35, dan beginnen we een beetje te praten over oldtimers. En van het jaar 1900? Oldtimer tegenwoordig 40 jaar. Ja. 40 jaar. Oldtimers zijn gewoon oudere voorwerpen. Ik heb niet zoveel meer oldtimers. Ze wilden ze in het bejaar nu niet hebben, maar ja, maar daar heb ik geen ruimte voor een oldtimer. Tussen al het geweld van de PK's is dit eigenlijk een hele andere manier om een machine te laten lopen. Wat gebeurt hier? Dit is een wijkgevende demonstratie van een geubel. En dat is de aandrijving. Ja. De geubel, 177 jaar geleden was er verder helemaal niks. Nee. Er was gewoon helemaal niks waar je eigenlijk mee aan kon drijven. Of in het hele groot, windmolens en waterkracht. Ja. Maar handmatig. En hier hadden ze dus eigenlijk het apparaat voor nodig en een trekpaard. En een trekpaard. En dan werd dat thuis naast de boerderij opgebouwd met een aftakkast naar binnen toe. En dan binnen op de deel werden allerlei soorten machines werden erop aangesloten. Dus dit is de grote voorloper van al deze mechanisatie die mooi, je hier om ons heen ziet. Maar goed, hier had je ook nog wat geduld voor nodig. Ik bedoel, je moet wel de hele dag rondjes lopen of... Ja. Hè? Nou, dat rondjes lopen hoefde niet. Oh. Daar had vroeger oma. Ja. En die kreeg een zetel, midden op die geuvel kreeg ze een zetel. Ja. En een zweep en een breiwerkje. En dan mocht oma mocht de hele dag de paarden aandrijven. En dan kon ze tussentijd nog een paar sokken breien. Echt?
Zo ging dat ongeveer. Ja. Dit was een beetje het verhaal. Waterkracht. Dit is een mega TK-evenement. Van een geubel, een bakje en een beetje een stroop het gaat snijden. Ik kan er niet meer van maken. Zo simpel is het. Hij is leeg. Ja. Afgelopen. Er staan hier zulke mooie oldtimers. Moet je deze nou zien? Dat zie je toch gewoon nergens? Nou, als je dan zo'n mooie auto hebt, is het natuurlijk ook wel leuk dat je dat met iemand kan delen. Goed, ik ben Anton van Londen. Ik kom uit Didam. Ik heb prachtige mooie auto's. En ik zoek ook een leuke vrouw die daarbij past. Die auto is helemaal compleet uit elkaar geweest. Dat is geen schroef meer in geweest. Dit is die motor, die is 3500 cc. Hij is 40 pk, PS. En ja, het is een zijklepper. Nou, de bekleding dat is helemaal origineel. Wel nieuw nagemaakt, maar wel origineel zoals dat vroeger ook was. Het is een exclusieve type, een Victoria. Een Victoria is een exclusieve auto. Er zijn er, geloof ik, men zegt maar, 6 van in Nederland, worden 4 van lopen, 4 van rijden. Nee, ik ben een hele aparte man. Anders had ik die auto niet gehad. Ik heb 6 auto's, ik doe ze zelf restaureren. Ik koop een wrak. En ik ga ze zelf restaureren, dat is een uit de hand gelopen hobby. Dit voelt geweldig, de koning in een mooie auto. De Amerikanen hebben allemaal grote motors en hele grote auto's. En dit is een grote auto met een kleine motor. Mooi weer rij ik met deze, dat vind ik prachtig. En alle mensen kijken naar jou en zwaaien tegen mij, dus dat vind ik leuk. Tot ik doodgaat. Ik werk de hele dagen, ik ben gepensioneerd, ik ben een man op leeftijd en ik begin 's morgens om 6 uur te werken tot 's middags 3 uur en dan moet ik zorgen dat ik wat eten krijg. Ja, die charme die zien ze vanzelf, ik zie er toch ook nog wel, vind ik, leuk uit. Ik mag gezien worden. Wat een heerlijke dag op het Oldtimer Festival in Mechelen. En dan wil je natuurlijk zelf ook wel even beleven hoe het is om in zo'n prachtige auto te zitten. Morgen kunt u trouwens nog de hele dag dit festival bezoeken. Wij zijn er morgen ook weer op een ander evenement, namelijk het Schuttersfeest in Didam. Met, hoe kan het ook anders, Renate Schutte. Tot morgen. Dag.